Hoi, ik ben Emiel. Ik kook vandaag niet alleen voor mezelf, maar voor een hele bende. En daar horen lekkere drankjes bij. Amai, daar kan ik 2 limonades van maken. Begin met de persiklimo met sinaasappel. Daarvoor heb ik een persik nodig zonder schil. Dat heeft mijn hulpkok al gedaan. Ik kan de persik dus meteen in mooie gele stukken snijden. Even korte metten maken met die persik. Oef, ik ben blij dat ik een rijpe persik gekozen heb. Want nu heb ik al persikmoes na een beetje pletten. Anders had ik hier misschien de hele dag moeten staan. Ja, sorry. Ik moest even tot rust komen. Want ik moet heel voorzichtig een mooie krul uit de schil van deze sinaasappel halen. Wow, zo goed gelukt. Het moeilijke werk zit erop. Nu nog alle sap uit de sinaasappel persen. Ziezo, tijd om het glas te vullen. Eerst doe ik wat grenadine in het glas. Dat is altijd lekker. Daarna de persikmoes en het sinaasappelsap. Wat nog? Ah ja, de citroenlimonade. Want een limo zonder prik, dat zou een beetje raar zijn. Kijk eens hoe mooi die krul is. Die krijgt een mooie plek in het glas. Nog een leuk roerstokje erin en dan ben ik klaar. Voilà, dit is mijn eerste drankje. Over naar het tweede drankje. Ik roep er even de beste hulpkok ter wereld bij. Ja, mama, dat ben jij. Voor dit drankje heb ik suikersiroop nodig. Dus mama, laat de suiker maar goed smelten. Ondertussen snij ik het groene kroontje van de aardbeien. Amai, dat waren een hele hoop aardbeien. Mama, wil jij voor mij de halve watermeloen schillen? Dat doe ik liever niet zelf, want mijn handen zijn nog te klein voor zo'n groot scherp mes. Ik heb toch gezegd dat ze de beste hulpkok ter wereld is? Dan is het nu weer aan mij. Ik snijd de watermeloen in stukken. De helft van de aardbeien en de stukken watermeloen gaan samen de maatbeker in. En nu mijn favoriete deel. Mixen! Ja, ik weet het. Een staafmixer maakt veel lawaai. Maar ik vind het een geweldig instrument. Kijk, in 1, 2, 3 heb ik rode moes. Aardbeien. Zo lekker. De aardbeien die ik niet heb gemixt, snij ik in dunne schijfjes. Tijd om mijn drankje te brouwen. Eerst doe ik de suikersiroop in een grote schaal, dan de moes van aardbei en watermeloen en dan laat ik mijn drankje bruisen met spuitwater. Kijk, het is bijna een toverdrank. Nu nog de schijfjes aardbei en wat muntblaadjes erbij en... Abracadabra, simsalabim. Met dit drankje betover ik al mijn vrienden. Smakelijk!